gaat het een beetje, meneer? Wat is er gebeurd? Er stond niks. Helemaal dwars. Moest dus hier. De AV van Papendrecht aanrijden via West 1 en 2. Die kan mij assisteren met een aantal beknellingen. De 63, de take-outpart van Dordrecht. Graag aanrijden via West 1 en 2 en dan de eerste tussendeur nemen. Dan blijven ze uit de hoop. Dan hebben ze meteen een vuurraad in een auto. Ford Station, benzinevoertuig. Er zit één persoon in over. Waar rijden we de waterstofauto? Jij rijdt met de waterstofauto. De waterstofauto inderdaad. Oké, okay. Ja. Dat is lekker, maar ik ga het doorgeven aan mijn collega's. Er komt zometeen een tweede tankauto uit. Die gaat hier op richten. Wij staan daar, we moeten even de klussen verdelen. Helemaal goed. Meneer van de Wegenwacht, het is uw auto, hè? Het is onze auto inderdaad, ja. Wat is er speciaal zo? Want ik hoor iets over waterstof. Het is een waterstofvoertuig, ja. Wat betekent dat, extra gevaar? Hij is extra gevaarlijk inderdaad, de kans op... Waar zit hem dat in? In de waterstof. Is dat explosief of? Wat zegt u? Is dat explosief of zo? Dat is explosief inderdaad. Ja, ja. U was hier voor een hulpverlening? Wij zijn hier voor dit pechgeval. Dat voertuig is hier gestrand. En wij reden er achterop en we zijn aangereden zoals u ziet. Ja. Een toestand. Dat is een toestand inderdaad, ja. Ja. Sterkte erbij. Dank u wel. Een hele grote oefening hier in de Drechttunnel. Wat zijn de doelstellingen van deze oefening? Om de ervaringen van de brandweer op niveau te krijgen en te houden, houden we deze oefening niet alleen voor de brandweer, uiteraard ook voor het ambulancepersoneel en ook niet in de minste plaats voor mijn eigen collega's, zowel op de verkeerscentrale in Rome als ook de weginspecteurs die in de gele auto's over onze wegen rijden. En ook om hun vaardigheden in het oplossen van incidenten in tunnels op een hoge kwaliteit te krijgen. Wat was het scenario van dit ongeval? Het scenario was dat er een pechvoertuig net buiten de Drechttunnel stond richting Breda. Daar kwam een ANWB-auto vrij snel achteraan rijden. Die heeft die pechvoertuig beveiligd. Er werd ook een rijstrook afgekruist. Helaas botste er achterop die ANWB-auto een andere auto en die auto die vloog in de brand. Daardoor ontstond daarvoor weer een kettingbotsing met meerdere voertuigen waarbij ook slachtoffers bekneld waren. Dat was ons scenario wat we samen met de brandweer en de ambulancedienst hebben voorbereid. En die wagen die reed op waterstof, dat gaf toch een extra dimensie aan het verhaal? Ja. Dat was zeker een extra dimensie, maar door het kleinschalige, doordat het geen grote autobrand was, heb ik me laten vertellen, heeft de brandweer daar niet extra inzet op hoeven te plegen. Hoe reëel is het nou dat dit soort ongevallen hier in de tunnel kunnen gebeuren? Nou ja, die kans die wordt steeds reëler, want we weten allemaal dat auto's met alternatieve brandstoffen als waterstof, of ook elektrische voertuigen, waar weer ook weer allerlei andere aspecten een rol spelen. Maar het aantal van die voertuigen neemt steeds meer toe, hè. Zeker elektrische voertuigen. Daar hebben we recent ook een oefening mee gedaan in een tunnel in Den Haag.
Maar ook het aantal waterstofvoertuigen neemt langzaam maar zeker toe. Dus dat zich daar, hè, er rijden ook bussen op waterstof door bijvoorbeeld de Heinemoortunnel. De kans dat zich een keer een incident voordoet, wordt daarmee ook steeds groter. Dus het lijkt mij een hele goede zaak dat er op dit gebied ook geoefend wordt. Betekent dat dan de tunnels misschien ook nog aangepast moeten gaan worden voor dit soort nieuwe vervoerstechnieken? Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook een van de aspecten die zich steeds doorontwikkelt. In Nederland passen wij als Rijkswaterstaat, bouwen wij onze tunnels volgens de landelijke tunnelstandaard. De nieuwe tunnels worden volgens die landelijke tunnelstandaard gebouwd. De oude tunnels, zoals de Drechttunnel, die is inmiddels al bijna 50 jaar oud, moet eerdaags ook gerenoveerd worden. Die zal dan ook weer aan de nieuwere inzichten worden aangepast. Is die auto beschadigd? Nee. Nul? Dus okay. Die heb ik wel in de open laten zetten voor, omdat het anders te windig is. Ja. En die andere, die maakt deel uit van het incident. Dus okay, ik wil wel dat die even nakijken. En die heeft een bril op, zei je? Een bril op, een man. Er zitten twee personen man in die auto. Een bril. Ja. Ik ga naar hem kijken. De andere kant, hoor. Ja, door het looptunnel. De oefening is nu bijna afgelopen. Hoe kijkt u erop terug? Hoe is het gegaan? Dat vind ik altijd een moeilijke vraag. Ik vind de oefening in ieder geval zonder meer geslaagd. Ik heb bewondering voor de professionals van de ambulancedienst, voor de professionals van de brandweer. Wellicht waren er ook vrijwilligers bij betrokken. Dat weet ik eigenlijk nooit precies. Als er ook mensen uit Zwijndrecht betrokken zijn geweest, dan zijn het ook vrijwilligers mogelijk geweest. Ik heb respect voor de inzet van deze mensen. Ze hebben er allemaal keihard aan gewerkt, ook mijn collega weginspecteurs, de wegverkeersleider op Rome, op de verkeerscentrale, laat ik maar zeggen, die de tunnel als het ware bedient. Mijn complimenten voor hun inzet. We gaan evalueren vanzelfsprekend. Er zullen ongetwijfeld bevindingen naar voren gaan komen die ook weer tot leerpunten gaan leiden. En daar doen we allemaal ons voordeel mee en dat moeten we vervolgens in studie en opleiding en training ook weer verder verwerken. Jullie doen dit eens in de 4 jaar, hè, zo'n grote oefening? We doen dit inderdaad eens in de 4 jaar. In die zin dat dat staat zo in de tunnelveiligheidswet. Als er meerdere tunnels in het gebied van een veiligheidsregio liggen, dan mogen we volstaan met het houden van een oefening in één van die tunnels in die veiligheidsregio's. Nog even één dingetje. Aan het begin van het incident zag ik dat er een brandweerwagen in de andere tunnelbuis stond. Is daar bewust voor gekozen of was die verkeerd gereden? Nou, in ieder geval vind ik dat een heel positieve punt als je vraagt van wat vind je van de oefening. Want namelijk is het de bedoeling dat de brandweer altijd aanrijdt vanuit de ondersteunende buis. De veilige buis, dus niet de buis, niet de incidentbuis waar het incident of het ongeval zich afspeelt, want daar kan brand zijn, daar kunnen gevaarlijke omstandigheden zijn. Dus de brandweer moet altijd aanrijden en verkennen vanuit de ondersteunende buis. Dus zo is het inderdaad gegaan, dus dat aspect is prima volgens de regels verlopen. Ik geloof dat de file zich weer aan het oplossen is achter u. De oefening is nu afgelopen, hè? Deze oefening is afgelopen, ja. De figuranten die gaan naar huis. De brandweer is volgens mij ook al een beetje aan het inpakken. En we gaan dadelijk nog even een eerste evaluatie doen op het steunpunt hier van Rijkswaterstaat. Maar daar ben ik niet rouwig om, want het is inmiddels 1:30 en ik verlang ook naar mijn bed.